Hoi allemaal, welkom bij FEM. Vandaag ga ik jullie een aantal tips en tricks delen die je kunt toepassen met kokosolie. En dan heb ik het over 100% kokosolie, of nou ja, kokoscrème noemen ze het ook wel eens. En dit is een soort van witte pasta en hier staat op de achterkant dat dit 100% kokos is. Het is vooral belangrijk dat er geen toevoegingen of conserveringsmiddelen in zitten verwerkt, want dat is niet goed voor de huid en ook niet voor je haar en ook niet... ja, voor andere dingetjes. Mocht je het alleen gebruiken voor bakken, dan kan je natuurlijk ook gewoon de kokosolie uit de winkels, uit de supermarkten gebruiken. Maar als je het echt wilt gebruiken voor je huid en je haar, zoals ik in deze video ga laten zien, dan is het aan te raden om echt pure kokos te halen. 100% organic. En als dat erop staat, dan weet je dat je goed zit. Want je kunt ook nog eventjes bij de ingrediënten kijken. En er staat ook dat het 100% kokos is. En deze is van het merk Royal Green. En deze heb ik gekocht bij de tuinen. Ik ga dus vandaag met jullie mijn tips en tricks delen die ik toepas met kokosolie. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken. Nou, de eerste tip is dat je kokosolie kunt gebruiken voor je handen en voor je nagels. Ik verdeel het dan lekker over beide handen en dan voelen ze weer heerlijk zacht aan. En ik gebruik het ook als verzorging voor mijn nagelriemen. En wat je dan doet is, je brengt een beetje kokosvet aan op de nagelriemen en dan masseer je dat in. En op die manier worden de nagelriemen wat zachter en dan kun je ze ook gemakkelijker terugdrukken. En op deze manier stimuleer je de groei van de nagels. En het ziet er gewoon heel verzorgd uit als de nagelriemen wat vettig zijn. En dat ze er niet droog uitzien. Wat je vaak ziet bij mensen, dat ze hele droge nagelriemen hebben. En ja, dat ziet er gewoon niet zo fris uit. En als je dan net je nageltjes hebt gelakt en dan droge nagelriemen hebt, dan... ja, dan kan ik me er nog wel eens aan storen. En met kokosvet haal ik dat gewoon direct weg. Dus dat is tip nummer 1. De volgende tip die ik graag met jullie wil delen is dat je kokosvet kunt gebruiken als haarmasker. Breng het vooral aan in de punten. Masseer ik het echt helemaal lekker in. En dan laat ik het 's nachts intrekken. En hoe ik dat doe, ik breng dan de kokosolie dus aan in mijn haar. En ook een heel klein beetje op de hoofdhuid. En dan zou je denken van, oh, dat gaat dus niet goed komen. De volgende dag is je haar dan toch heel vet. Maar nee, je moet dan natuurlijk ook je haar wassen de volgende dag met shampoo. En dat gewoon 2 keer met shampoo waarschijnlijk als je dik haar hebt en het is echt heel erg ingetrokken. Want je wilt dan wel al het vet er natuurlijk uitwassen. Maar daarna gebruik je een conditioner, was je daar je haar mee, spoel je het goed uit. En als je dan je haar gaat feunen, zul je zien dat je haar heel erg mooi glanst. En dit doe ik 1 keer per week ongeveer. Dat is echt gewoon een heel goed masker voor het haar. En je merkt gewoon dat het haar er gezonder uitziet. Dat het mooi glanst. En dat het lekker zacht aanvoelt. Ik heb mijn haar gisteren met het masker verzorgd. Daar heb ik gewoon de hele nacht laten intrekken. En wat ik dan ook wel eens doe, is dat ik mijn haar dan in folie of in een zakje eromheen doe of zo. Dat het goed kan intrekken. En dan merk ik gewoon de volgende dag dat ik, als ik mijn haar heb uitgespoeld en een conditioner heb gebruikt en mijn haar heb gefeund, dat het er dan heel erg glanzend en zacht uitziet. Dus dat is tip nummer 2. De volgende tip is je benen scheren met kokosolie. En dit doe ik eigenlijk dagelijks, want ik scheer mijn benen dagelijks omdat het gewoon heel snel groeit. En ik denk dat we dat allemaal wel doen. En ik vind het gewoon fris als mijn benen gewoon glad en geschoren zijn. En dat doe ik dus met kokosolie. Wat ik dan doe is, ik spoel eerst mijn benen met water af. Zodat mijn benen niet droog zijn voordat ik de kokosolie aanbreng. Want dat gaat gewoon niet. Dus eerst spoel ik het eventjes af. Dan breng ik een beetje van de kokosolie aan in mijn handen. En dan verdeel ik het over beide benen. En dan zijn mijn benen heel erg glad. En dat maakt het scheren gewoon heel erg gemakkelijk. En wat dan ook vooral heel erg fijn is, is dat mijn huid niet geïrriteerd raakt als ik mijn benen heb geschoren. Want dat heb ik vaak. Als ik bijvoorbeeld gewoon scheer met douchegel of met een speciale scheerschuim, dan merk ik toch dat mijn benen wat droog aanvoelen na gebruik van deze producten. Maar als ik het met kokosolie doe, dan gaat het gewoon heel erg glad. En ja, mijn benen voelen gewoon gehydrateerd aan als ik uit de douche kom. En als bodylotion gebruik ik de kokosolie dan ook na het douchen. Verdeel ik gewoon lekker over mijn lichaam en over mijn armen. Vooral hier focus ik me op, omdat dit is gewoon een plekje wat heel erg snel droog wordt. En ook mijn knieën en mijn benen, dat smeer ik gewoon goed in met kokosolie. En dan is het dus eigenlijk een soort van vervanger voor bodylotion. En mijn huid ruikt trouwens ook heerlijk als ik kokosvet heb gebruikt. En dan zegt iedereen van, oh, je ruikt lekker naar kokos. Ja, dat is kokosolie wat ik dus heb gebruikt op mijn huid. Dus dat is ook zeker iets wat ik graag toepas met kokosolie. De volgende tip is dat je kokosolie ook kunt gebruiken als make-up remover. En dan zou je denken van, dat is toch niet goed, want het is heel erg vettig. En vaak schrikken mensen daarvan omdat het heel erg vettig is op de huid. En ze denken, nou, daar krijg je toch puistjes van. Maar dat is niet zo, want kokosolie is het beste wat je kunt gebruiken voor de huid. Ik heb zelf een hele gevoelige, acnegevoelige en vette huid. En mijn huid schrikt er ook niet van. Ik krijg er geen puistjes van. Ik kan zelfs gewoon kokosolie
aanbrengen als nachtcreme. Dat doe ik niet iedere dag. Ik doe dat soms 2 of 3 keer per week. Breng ik het aan als nachtcreme en laat ik het gewoon de hele nacht dus zitten. En de volgende dag is mijn huid heel erg glowy en voelt het lekker gehydrateerd aan. Maar dat niet alleen. Je kunt het dus ook gebruiken als make-up remover. En wat je dan doet is je brengt het een beetje aan in de handen, zodat het lekker op kan warmen. En dan masseer ik het over mijn ogen heen en over mijn gezicht. En dan gaat alle make-up er echt binnen no time vanaf. En vooral waterproof mascara, echt, trust me, het gaat er vanaf. Ik pak dan ook nog even een wattenschijfje of een warm washandje. En dan haal ik alles er in 1 keer vanaf en je bent klaar. En je kunt daarna nog eventueel een tonic gebruiken, maar ik doe dat niet. Omdat ik het lekker vind dat die kokosolie dan eventjes in mijn huid kan trekken. En echt, je ziet op die wattenschijfjes of op het washandje, zie je gewoon al die viezigheid ervan afkomen. Plus het is gewoon 100% natuurlijk. En dat zorgt er gewoon voor dat je huid niet geïrriteerd aanvoelt na het gebruik van kokosolie als make-up remover. En tot slot gebruik ik dan natuurlijk nog een beetje kokosolie als nachtcreme. En als dagcreme kan het eventueel ook. Voor de mensen met een hele droge huid is dat wel aan te raden. Schrik er niet van, want het is eventjes vettig. Maar je kunt het eventjes laten intrekken, want je huid zuigt het echt op. Vooral als je net uit de douche komt. Je poriën staan open, want je hebt lekker gestoomd in de douche. Dan trekt de huid het zo snel op en dan zul je merken dat het niet heel erg vettig is. Het is niet dat je echt zo'n glimworm bent na het gebruik van kokosolie als dagcreme. Zelfs ik heb het nu gebruikt vanochtend en dan heb ik eerst kokosolie aangebracht op mijn huid. Heel klein beetje, maar echt een heel klein beetje op mijn vingertop en dan ingesmeerd op de huid. En vervolgens heb ik nog een heel klein beetje dagcreme eroverheen verdeeld. En nu zie je dat mijn huid mooi glowy eruit ziet, maar niet te glowy. Het is dus niet vettig of zo. Dus dat kan zelfs met de vette huid. En ik heb echt een acne-gevoelige, vettige huid. Zelfs ik krijg er geen last van pukkeltjes of iets dergelijks. Maar dat verschilt natuurlijk wel per persoon. Het kan zijn dat jij gewoon allergisch bent voor kokosolie. Dan kun je het natuurlijk het beste vermijden. Maar je kunt het altijd proberen op je huid. En als je dan denkt van ik heb toch het gevoel dat ik er puistjes van krijg. Omdat je de volgende dag opstaat met puistjes. Dan kun je het beter laten. Maar voor mijn huid gaat het in ieder geval goed. En dan merk ik dat mijn huid er gewoon heel erg mooi en glowy en fris uitziet. Wanneer ik kokosolie heb gebruikt als nachtcreme. Of dagcreme. En natuurlijk als make-up remover werkt het heel erg fijn. Volgende tip is, je kunt natuurlijk ook bakken met kokosolie. En velen van jullie weten dat niet. Je kunt er gewoon gerust mee bakken. Bijvoorbeeld je pannenkoeken kun je erin bakken. Poffertjes, vlees, vis, noem maar op. Alles kan met kokosolie. Je kunt kokosolie ook gebruiken als lippenbalsem. Er is ook bewezen dat kokosolie heel erg goed is voor rimpels. Om rimpels te voorkomen. En wat ik sinds kort dan ook doe, is dat ik een beetje kokosolie op mijn vingertoppen doe. En dat ik het dan goed inmasseer onder mijn ogen. En het gewoon hier een heel klein beetje aanbreng. Bijvoorbeeld voordat ik mijn dagcreme aanbreng. Of voordat ik mijn hele gezicht ermee inmasseer. Doe ik gewoon eerst even een heel klein beetje masseren onder de ogen. Of zo een beetje inkloppen in de huid. Zodat onder mijn ogen gewoon de huid heel erg goed beschermd wordt met kokosolie. Je kunt kokosolie ook gebruiken als aftersun. Mocht je verbrand zijn bijvoorbeeld op je rug of ergens anders op je lichaam, op je gezicht. Dan kun je dus aanbrengen op je lichaam als aftersun. En dan herstelt het gewoon heel erg snel. Dus dat kan ik iedereen ook wel aanraden om te doen met kokosolie. Dus dat waren alweer alle tips die ik met jullie wilde delen vandaag. Ik hoop natuurlijk dat jullie wat hebben gehad aan deze video. En dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal doe met kokosolie. Dit is gewoon een heel fijn product. Je kunt het namelijk overal voor gebruiken zoals ik al heb verteld in deze video. Mocht jij ook nog enkele tips hebben voor anderen die je kunt toepassen met kokosolie. Laat dat dan eventjes achter in de comments. Want misschien heb ik niet alles opgenoemd in deze video. En dat is voor anderen wel handig om eventjes terug te lezen als jullie nog andere tips hebben die ik niet heb genoemd in deze video. En ik vind het zelf ook heel erg leuk om terug te lezen wat jullie dan voor tips hebben die ik kan toepassen met kokosolie. Aangezien ik hier ook een pot heb liggen en die ik graag gebruik, ben ik daar ook wel heel benieuwd naar natuurlijk. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Vandaag heb ik voor jullie 10 tips voor als je je niet lekker voelt. Dus als je gewoon ziek bent, koude, een griepje hebt of wat dan ook. Ik ben afgelopen...